plaatsen in het westen van het land is een noodtoestand ontstaan door abnormaal hoge waterstand. Hoe zie je Dordrecht en omgeving ook van het water? In de nacht van 31 januari op 1 februari in 1953 sloeg een zeer zware storm de dijken weg in Zuid-Nederland. Grote delen van Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant liepen onder water. Duizenden mensen en ontelbare dieren verdronken. Na deze ramp werd besloten dat dit nooit meer mocht gebeuren. Het was de aanleiding voor de bouw van de Deltawerken. Dat is een verdedigingssysteem tegen de zee. De Deltawerken beschermen ons bij hoogwater en storm. Het werk begon in 1958 met de afsluiting van de Hollandse IJssel. Eén voor één werden daarna ook alle andere zeearmen en riviermondingen afgesloten. De Zandkreek, het Veerse Gat en zo verder naar de Haringvliet en de Oosterschelde. In 2010 werd het laatste bouwwerk voltooid. Omdat de rivieren regen- en smeltwater afvoeren, kwamen in sommige rivierarmen spuissluizen. Door die af en toe te openen, kan het rivierwater de zee in. Ook kwamen er schutsluizen. Een schutsluis is een soort bak met aan twee zijden deuren. Via die deuren kunnen schepen het land in en uit. Bijna alles werd zo dichtgemaakt. Op een paar plekken kwamen stormvloedkeringen. Dat zijn waterkeringen die gedeeltelijk open zijn, maar bij storm dichtgaan. De Oosterscheldekering is zo'n stormvloedkering. De Maaslandkering ook. Met de Deltawerken werd de kustlijn van Nederland 700 kilometer korter en ons land beter beschermd. En voor sommige Zeeuwen was er nog een voordeel. Zij konden voortaan binnendoor naar familie aan de overkant.